Gracia betekent letterlijk geweld in het Portugees. Violência is een project wat gaat over zinloos geweld in de ogen van jonge daders. We staan er echt voor om een platform te bieden aan de jongeren om hun project leven in te blazen. Wat mij aanspreekt aan Violência is dat de andere kant van het verhaal belicht wordt. De jury, ik vraag jullie vriendelijk of jullie naar backstage kunnen gaan te overleggen wie de drie winnaars zijn, wie met de beker uitgaan. Ik vind dat jullie één voor één echt goed hebben gepresteerd. Ik vind het echt inhoud, dank. Ik denk dat, ik voel het. Ik kon al gelijk meedoen. Jullie waren daar als ze niet naar me ging. Dankzij jullie doe ik nu werkelijk mijn ding. Eerst zag ik je nog in de tent. Nu praten wij over de phone. En dit is wat ik zeg. Ze wordt wakker in het fucking duister. Komt de woonkamer binnen, begint alle verliefdes op te ruimen. Een stem in haar hoofd zegt, kom eens, luister. Papa ligt dronken op de grond, daar huilen. Ik vond het sterk, lyrica vond ik het sterk. Je bukker vond ik sterk, dus big up. Oké, applaus voor Superman. Komt heel erg realistisch over. Je brengt het ook heel eerlijk en echt over. Applausje! Als je met hem meeleeft in een extase, geniet van de muziek. Zeg je tranen, ook al ben ik succes, doe ik niet als een ster. Geboren in de goot, neem iedereen mee. Ook al kom ik niet ver, niet op tv. Wat doe je met de microfoon? Ik ben voor de gezelligheid, jij is mijn goon, man. Ik kom mijn best. Maar vind je deze keuze niet nice? Wil je vertellen dat mijn leven om muziek draait? Dat ik geluk oogst als ik op dit gebied sta. En de eerste winnaar die is... Maxine! Volgens mij ga ik aan zijn deken over, man. Serieus, man. Nederlandse Joost dan. Is Diego! It's just the game made on number 1. Durex, you wanna play zap me in the game? Ja, heel zelfverzekerd. Ik vind het een aparte song. Ik ben het daar eens. Ik schrok in het begin wel, want ik dacht van what the fuck is dit? Dit is toch duidelijk, ik breng die echte hip hop met die VC dodelijk terwijl ik iemand pop. Opgefokt door het feit dat die rappers denken dat die shit klopt. En dat op tijd om waar ik aanklop. Er gaat een hoop voor. Excentriek L.A. Jaga Beats. We moeten ver, kom te ver, om te mogen werken. Dit land is raar, want het werken maar we komen nergens. We komen nergens, maar toch gaan we wel beginnen. De honger is mijn kracht, dat voeten we niet willen. We zijn wel vrij, maar toch zitten we vast. Als een vreemdganger opgesloten, zitten in de kast en kom uit de kast, in dit land zijn we afhankelijk. Een maatschappij voor blanken, kleurling ontoegankelijk. Deze shit is landelijk, gevolg we doen afstandelijk. Net als vroeger doen we afstand van het land. Want er werd verwacht dat we rijk en dom wegwandelden, zodat die blank onze rijkdom kon verhandelen. Nu zijn we arm en kunnen we nergens heen, maar we zetten de boel op stelt en klaar hier iedereen. Hip
iedereen moet begrijpen, want we grijpen ze man. Ze doen wel groot hier nu, maar toch blijven ze bang. Iedereen moet begrijpen, want we grijpen ze. Ze doen wel groot hier nu, maar toch blijven ze bang. En achteraf gezien zijn ze het. Dit is de moderne slavernij. We